een film dat ik heel graag nog eens zou willen terugzien is Les Enfants de l'Amour van Geoffrey Eindhoven. Dat is zijn debuut. En ik weet dat ik heb die film in de cinema gezien. En ik vond dat toen een heel mooi film. Dat gaat over kinderen van gescheiden ouders. Maar ik kan hem mij niet meer helemaal herinneren. Dus ik zou hem wel nog graag eens willen terugzien. Dus, ja, die film is gemaakt met heel weinig middelen. En het is ook wel een voorbeeld van hoe dat je met weinig toch een mooi verhaal kunt vertellen. En ik herinner me ook nog die acteerprestaties van de kinderen. Die echt wel fenomenaal waren. En dat is toch iets dat je ook moet kunnen als regisseur, om kinderen te regisseren. Dat is toch ook niet evident. Blijkbaar is die film gemaakt, is die film tot stand gekomen door... Er was een vrouw die een promofilm wou maken, een soort documentaire over een centrum in Wallonië, waar dat kinderen uit gebroken gezinnen naartoe gingen. En dus die vrouw had aan Geoffrey gevraagd om daar een documentaire over te maken. En dat was, hij had heel interessante verhalen, heel mooie getuigenissen, maar blijkbaar, als het dan effectief op het filmen aankwam, haakte ze af. En Geoffrey en Mariano hebben toen beslist van oké, waarom maken we geen fictiefilm ervan? En ze hebben met dat geld dan, dat die vrouw aan die documentaire wou besteden, hebben ze echt een fictiefilm gemaakt. Dat is wel een film om eens terug te bekijken tijdens de zomerdagen. Nu wil ik dat zeker zien. Ja? Nu ja. Wil je hem zeker zien? Alles over de Belgische cinema op cinefox.be. Cinefox. We'll